kinderachtig. Een beetje zwak natuurlijk, hè. Ze zouden een beetje meer voor het volk moeten opkomen. En dan bedoel ik heel het volk. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Dat vind ik schandalig. Iedereen moet toch een beetje weten wat je te melden hebt? Ja, je moet toch weten waar je op wil stemmen? Ja, als zij weigeren op te dagen, dan, dan laten ze eigenlijk zien dat ze geen autoriteit hebben. Kan een voordeel hebben, kan ook een nadeel hebben. Het voordeel is natuurlijk, ze willen natuurlijk niet uit de tent gelokt worden. Ze weten natuurlijk niet wat voor vragen daar gesteld kunnen worden. Dus dat is voordelig voor hun. Maar ja, nadelig is dat je wel door Nederland gaat met, ik kom niet naar dat debat. Nou ja, jammer. Hè? Ze moeten allemaal strijden voor hun plek. Hè? Jammer, want dat betekent dat je niet wil vechten voor wat je eigenlijk in gelooft. En dan nog een dingetje. Minister Dijsselbloem van Financiën waarschuwt voor partijen die de doorrekeningen van het Centraal Planbureau mijden. Ze verkopen knollen voor citroenen, zegt hij. Vandaag presenteert het CPB de doorrekeningen van de partijen waarmee direct de haalbaarheid van de verkiezingsprogramma's duidelijk wordt. Kansloos, dan moet je niet in de politiek gaan. Want? Alles wat je zegt moet berekend worden en het moet ook onderbouwd kunnen worden. En anders ben je gewoon maar wat aan het roepen en dan vind ik niet dat je serieus genomen kan worden. Precies, beloofd moet het toch ook kloppen? Dat vind ik wel. Wat je niet probeert, dan weet je ook niet wat eigenlijk de eindresultaat zou kunnen zijn. Ja, dan kan je dus dingen beloven die niet waar zijn. Die we niet waargemaakt kunnen worden. Ja, iedereen heeft altijd wel goede beloftes natuurlijk. Hè? Maar als het eenmaal gekozen is, dan is de pot weer leeg. En dat heb je ook vaak. Ben je er al uit? Qua stemmen? Ik ben er al uit, ja. Wil je delen? VVD. Rechts. Ondanks dat ze niet zijn komen opdagen. Ondanks dat ze niet zijn opgekomen. Nou, ik zou anders ook niet weten dat ik wel zou moeten kiezen.